Een kennis van mij heeft een Mondriaan aan de muur. Niet de overbekende Victory Boogie Woogie, maar de Broadway Boogie Woogie. En uiteraard geen echte Mondriaan, want die zijn onbetaalbaar. De Broadway Boogie Woogie hangt in New York in het Museum of Modern Art. En of het nou komt omdat ik me niet kan voorstellen dat zelfs zo'n levendige stad als New York is stilgevallen, of omdat de president van Amerika regelmatig in het nieuws is met nogal wonderlijke adviezen. Ik dacht in deze dagen vaker aan New York en aan het MoMA, waar ik nog maar 2 jaar geleden zelf de Broadway Boogie Woogie heb bewonderd. Piet Mondriaan, geboren in Amersfoort in 1872, heeft zijn Broadway Boogie Woogie geschilderd tijdens de laatste jaren van zijn leven. Hij woonde al in New York toen, gevlucht voor de nazi's die zijn kunst bestempelden als entartet. Het was zijn bedoeling om ritme en beweging weer te geven die recht zouden doen aan de levendigheid van de stad New York. Mondriaan was dol op dansen en op muziek, en zeker op de boogie-woogie. En juist dat vibrerende en syncopische ritme van die boogie-woogie vond hij passen bij het bruisende New York. Het is een abstract werk, geheel volgens de ideeën van het neoplasticisme, een kunststroming die hij samen met Theo van Doesburg had ontwikkeld. Kenmerken waren het gebruik van een minimum aan kleuren en een eenvoudig abstracte vormgeving met behulp van horizontale en verticale lijnen en rechte hoeken. Nog bekender werd zijn tweede Boogie Woogie, die later de toevoeging Victory kreeg. Bijzonder aan dit schilderij is de ruitvorm. En evenals bij de Broadway Boogie Woogie verwijzen de gekleurde blokjes en vlakken naar een combinatie van jazzmuziek en straatleven in New York. Tot aan zijn dood op 1 februari 1944 bleef hij hieraan sleutelen, waarbij hij veelvuldig gebruik maakte van strookjes gekleurde tape die hij dan ook weer overschilderde. De Victory Boogie Woogie werd in 1998 aangekocht door de Nederlandse staat en is te zien in het Kunstmuseum Den Haag, dat de grootste collectie Mondriaans ter wereld heeft. Een terecht eerbetoon aan deze Nederlandse schilder die baanbrekend en vernieuwend is geweest. Overigens, het dansen is de stad New York dit voorjaar wel vergaan. Het werd er echt stil, zoals op veel plaatsen in de rest van de wereld en ook in Nederland. Maar het ziet er naar uit dat we over niet al te lang in ieder geval de Victory Boogie Woogie weer kunnen gaan bekijken.